Deze spons hebben we dus gevonden bij waar we net waren. Of zijn we daar al geweest? Voordat een bouwproject kan beginnen, moeten we onderzoek doen in de bodem naar sporen uit het verleden. Sinds 2007 is archeologie een vast onderdeel van het bouwproces. Hoi Marlijn, jij bent archeoloog bij ADC Archeoprojecten. Jij hebt hier de opgraving gedaan samen met collega's. We hebben hier opgegraven in de zomer, terwijl het vies beet weer. We hebben onder andere 25 waterputten gevonden, 11 bijgebouwtjes, 4 graven. Ik heb begrepen dat je ook een paar dingetjes bij hebt om te laten zien. Het gaat nogal hard regenen, dus zullen we die binnen bekijken. Ja, dat lijkt me een goed plan. Dit is een geweibel, het is gemaakt van gewei. Vaak stukken gewei die de edelherten verloren zijn. En daar hebben de mensen dan wat van gemaakt, voor bijvoorbeeld akkerbouw. We hebben ook nog een potje, deze is al in elkaar geplakt. Deze dateert uit de ijzertijd. We zoeken altijd met de metaaldetector. De tweede dag deze mantelspeld gevonden. Deze dateert ook uit de ijzertijd. En dan hebben we nog een andere vondst en dat is een deel van een haarnaald. Precies de kop nog. Die waarschijnlijk ook ijzertijd of misschien Romeinse tijd. Hi Sweven, jij bent projectontwikkelaar bij Heijmans. Gelden deze regels nou voor alle projecten die je doet? Bij archeologie speelt bij alle projecten een rol. En soms is er natuurlijk opgraving nodig en soms is er ook niks te vinden. Dat geldt voor alle projecten. Nou, we lopen hier in een wijk die helemaal af is, waar je niet meer ziet dat de archeoloog aan de slag is geweest. Een paar jaar later ziet het er zo uit. Relatief veel authentieke details, mooie natuurstenen plinten, boogjes boven de ramen. Leuk oud straatje. En hoe belangrijk zijn deze opgraven hier? Zo'n opgave levert ontzettend veel kennis op natuurlijk. Draagt bij aan de geschiedenis van Culemborg, maar ook aan de geschiedenis van Nederland. Alle ontwikkelingen daarin. Maar het is ook belangrijk voor onze kopers, dat we weten waar je woont. Oké, ik vind het dus heel gaaf om te horen dat dankzij Marjolein en haar collega's heel veel archeologische vondsten bewaard blijven voor ons nageslacht. En wie weet, op de plek waar jij woont, heeft er een bakker gestaan of, nou, verzin het maar, een waterput. Vond je dit nou een leuke video? Laat even een like achter en volg ons YouTube kanaal. En weet jij waar ik volgende keer naartoe kan? Stuur me een tip!